Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden RPG. Het enige wat wij natuurlijk nog hoeven te doen, is wij hoeven alleen nog... Oh my god, wij hoeven alleen nog een aircraft uit de lucht te schieten om de RPG goud te maken. Ik dacht van, wat is nou echt een game mode waar mensen best wel vaak streaks halen? En toen dacht ik, kill confirmed. Kill confirmed is natuurlijk een game mode, je pakt de dogtags op, je krijgt 100 punten ervoor. En kill confirmed, nee, dan gaat met UAV. En kill confirmed is ook wel een game mode waar mensen meestal met hoge streaks spelen. Dus enemy, je loopt zo lang, dankjewel. Dus ik hoop dat deze enemies waar ik tegen speel, Tommy Boy, Chris en al dat soort troep, eventjes kill me. Eventjes een UAV halen, een koud UAV halen, een orbital. Nou ja, orbital dan wel net niet. Een stealth chopper halen, een escort drone halen. Ik maak me allemaal geen ene zak uit. Als ik het maar gewoon uit de lucht kan schieten. Geen lightning dus, enemies. Geen lightning, Tommy. Je moet een stealth chopper aanzetten. Stealth chopper. Hey, campertje, zitten jullie lekker? Pak mijn doctex maar om, want de tactical surge ligt hier namelijk toch. Nou, bye bye. Dat was Bobby King. Hij staat er nog steeds, jongens. Kill hem nou. Goed zo. Oké, enemies halen scorestreak. Kom op. Het is echt nu met deze serie gewoon puur geluk hebben dat ik gewoon tegen goede enemies kom. Alleen, hoe kan je goede enemies vinden? Ik heb werkelijk geen flauw idee. Hoe kan je enemies vinden die een stealth chopper aan hebben staan? Ik heb geen flauw idee, dat is puur geluk. Counter UAV zit in de lucht, dankjewel dat je me killt. Counter UAV zit in de lucht. Oké, gooi dit ding neer. Moet ik eventjes kijken waar dat ding vliegt. Kill me, schiet nou niet op mijn enemy. Oh! Nee, motherfucking kut enemy. Rot nou eens op, ik kill jou, ik zweer het je. Fuck jou, echt waar. Ik wil gewoon even iets uit de lucht schieten. Ja, dan moet je niet eten om me schieten. Zit er daar nog een? Jongens, laat me nou iets uit de lucht schieten. Even serieus. Jongen, Wardrock. Nee, dat ding kan ik ook niet uit de lucht schieten. Wardrock kan ik ook niet. Fucking hell. Wat kan ik hier in dit potje uit de lucht schieten dan? Die counter UAV. Stealth chopper! Ik hoor hem! 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 Kom hier met je stealth chopper. Gooi dit ding neer. Niet hier neergooien. Fuck my life. Fuck my life. Ren weg, teammate. Oké, stealth chopper. Ik hoor hem. Ik hoor de stealth chopper. Waypoint out. Ah, fucking Wardrock. Ik heb fucking blind eye aan. Even serieus. Ja. Nee, weer er langs. Wijk nou een keertje niet af, kut RPG. Ja, destroy stealth chopper. Dat was mijn challenge. Dit was hem. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Oh, dankjewel. Dank je fucking wel. Serie voltooid. Golden RPG. Golden RPG. Golden RPG, man. Einder fucking luck. Wauw, jongen. We hebben serieus gewoon hoeveel potjes gespeeld? 18 ongeveer, voordat we deze RPG goud hadden. En in die 18 potjes, het enige waar we op zaten te wachten, was de motherfucking stealth chopper. We krijgen 1 stealth chopper tegen ons. En ik heb een goud. Holy shit, daar heb ik potjes op lopen wachten. Dat is niet normaal. Dankjewel, enemies, dat jullie iets hebben gehaald. Ik ben gewoon blij dat de enemies een scorestreak hebben gehaald. Dat is ook een keertje iets nieuws wat je hoort van mensen. Dankjewel. Zo moeilijk was het toch niet, enemy, of wel? Zo moeilijk was het niet. Kom op. Eindelijk. RPG gold, motherfuckers. Er zit er hier een in de hoek, jongen. Hij zit hier. Kijk nou op je UAV. Die heb ik niet voor niets ingeroepen. Hier zit er hier nog een. Kijk. Op je UAV kijken, jongens. Dogtag van mij. Oh, kut. Oh, daar loopt er een underground, jongens. Kijk op je UAV. Underground, jongens. Gaat die... Oh, Remington, kill hem. Kom dan. Ik weet dat je hier ergens zit. Kijk maar, hier komt hij aan. Hier, goed opgelet, teammate. Briljant. Oh, er zit er zelfs nog een. Die voor je. Op zouten nou. Oké. We kunnen nu weer lekker normaal gaan spelen. Want ik heb mijn RPG nu toch goud. Dus ik blijf nu lekker rondlopen. Ik zie vanzelf wat er vanaf gaat brengen. Wat we er vanaf gaan brengen. Boom. Dit ding is zo overpowered, jongen. Het is gewoon zielig om dit ding te gebruiken ook tegen deze enemies. Ze weten niet wat ze te wachten staat. Jammer, de Remington. Andere kant op. Hey, enemies, ik ben hier. Kijk. Hoi. Hoi. Ah, er liep er nog een. Nee, man. Eén iemand die eventjes het weer moet verneuken hier ook. Jammer. Oké, maar ik heb ook een care pack. Zit er nog iets leuks in de lucht? Nee, jammer. Jammer. Hey, kom erop met die fucking care package. Kijk uit, teammate, anders komt hij op je hoofd. Nou, wat zit erin? Geef me een swarm gewoon. Geef me gewoon een... Oh, oké, leg hem maar een guardian. Geef me maar een guardian, Call of Duty. Moet dit potje nog even afmaken. Hij loopt daar. Je schiet dan raak, teammate. Even serieus. Wauw, man. Je komt er hier ook aan. Kijk, hoppatee. Ik knal zo door zijn kop heen. Dan kijken we je UAV die we niet hebben. Zet je hier even een guardian neer. Gewoon omdat het kan zo. Hoppatee. Loopt er daar eentje. Oh, jammer. Als die vet dood was, dan ging ik lachen, jongen. Jongens, het is niet zo slim om een guardian te schieten, want ik sta er namelijk naast. Dus ik kan hem wel leuk op schieten, maar dan ga je toch wel dood. Kijk maar. Jammer. Oh, dankjewel teammate. Pak de dogtag. Goed zo. Nou, ik had de dogtag gepakt. Sorry.
Ik jatte zijn dokter hier. Oh, Remington. Dank u wel. Jan heeft weer een Remington. Jan heeft weer een Remington. Boom. Jan heeft weer een Remington. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Boom. Tan 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 tan. Oh, ik haat die dingen. Ik heb nu echt scheid aan RPG's en dat soort troep, man. Puur omdat ik hem zelf ook de hele tijd heb gebruikt. En ik weet hoe irritant het is nu. Oké, kom hier. Die is van mijn teammate. Teammate zit erin. Een Guardian. Daar ben je vast blij mee, of niet? Moet ik hem pakken voor je? Geef maar dan. Ik pak hem wel voor je op, jongen. En dit is wel mijn steltshop. Die mag je nou net niet. Dit is mijn steltshop. Nee, rot op, vriend. Nee. Nee, dit was mij. Jongen, wat zit je nou te zeiken? Je moet zelf je eigen Guardian oppakken. Jij laat mij mijn Guardian. Of jouw Guardian oppakken. Dat is je eigen schuld. Dat is niet mijn schuld. Gaat hij me lopen beschieteren? Dat is geen woord hoor, beschieteren. Gaat hij me lopen beschieteren hier ook? Guardian kill. Nou, je moest je maar je care packs oppakken, hè? Pak die dogtag op. Goed zo, teammate. Lekker steltshopper. Ik sta nog een positief ook. Hey, enemy! Woo! Hey, lekker steltshopper, let's go! Oh, kut, kunnen we dit nog winnen? Er staan 8 dogtags. Ik ga gewoon proberen te winnen, fuck it. Ik heb helemaal geen normale class hier, hoor, want ik heb alleen maar van die RPG-classes. Dus ik moet. Ah, fucking scheidzooi. Dus ik heb alleen maar van die kut-class waar mijn RPG op staat. Maar. Dankjewel voor de kill. Maar misschien kunnen we nog winnen, man. En we moeten er nog 13 dogtags oppakken. Wij moeten er nog 21. Er staat nog 1 minuut op de klok. Dus dit moet mogelijk zijn als we nu gewoon alle dogtags oppakken. 7 dogtags staan we achter. Teammates, pak alles op wat je tegenkomt. Die pak het op. Hier. Let op deze. Pak hem op. Let's go. Zit er 1 in mijn rug. Oh, zit er 2 in mijn rug. Godverdomme, dit was mijn schuld. Roep alles in wat je hebt, jongens. We kunnen dit nog winnen. Even serieus. Ik wil dit winnen. Ah, fuck, sorry. Ja, mijn schuld. Kut. Kut. Sorry. Kill ze, kill ze. Pak die dogtags. Pak die dogtag. Pak die dogtag. Nou, pak mijn Guardian maar. Ik pakte net die van jou. Pak die dogtag. Nee. Kom op, pak die dogtag. Hij ligt hier. Yes. Ik heb nog een UAV, jongens. Hier. Pak die dogtags. We kunnen nog winnen. Nog 16 seconden. Pak die dogtag. Nog één, nog één, nog één. Hier achter je. Pak die dogtag. Ja, maar we staan gelijk. We staan. Oh, nog 1 dogtag achter. Nee. Nee, 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 nee. Nee, pak die dogtag. Nee! Als ik die had Nee, dan hadden we sowieso verloren. Want mijn teammates gingen ook allemaal dood toen ik dood ging. Ja, we staan. Een draw. Oh my god, jongens. Jullie hebben zo fucking veel geluk in mijn team. Holy shit. 30 om 19 is mijn eindscore. We hebben de RPG goud. Ik moet het natuurlijk nog wel even controleren. Want ik ben best wel benieuwd of we hem nou wel of niet goud hebben. Want als we hem nu niet goud hebben, als de challenge niet mee heb geteld, dan word ik ook boos. Maar goed, we hebben nog draw gespeeld, dus ik vind het nog best wel knap, joh. 24 dogtags heb ik opgepakt, die met 15, 14, 8, 12, 11. Iedereen heeft lekker voor de objective gespeeld. En we hebben een draw. Oké, yes, we hebben een gold, hier gaat hij. En RPG expert ook, en de cherry blossom natuurlijk. En dat was zo moeilijk, man. Yes, RPG goud. We gaan dus nog 1 aflevering uploaden, en dat is met de golden RPG. Ik ga hem nu aanzetten. Even kijken, met de Bowsing Betty erbij. Golden RPG. Cherry blossom hebben we natuurlijk unlocked. Nog 1 aflevering komt er over 2 dagen ongeveer aan. Dus als je een wapen hebt dat je wil dat ik goud ga halen, misschien als volgende serie. Laat het dan natuurlijk weten. Ik zie jullie zo meteen in de laatste aflevering over ongeveer een paar dagen. Met de gouden RPG. Mensen, tot over een paar dagen of tot met een andere video. Bye bye.